Als steun om het dorp Donderskamp Konomerome tot ontwikkeling te helpen brengen, is door president Chandrika Prasad Santokhi en LVV-minister Prahlad Siudin een buitenboordmotor geschonken aan de lokale gemeenschap. De gift was deel van het bezoek van een delegatie van de president aan het westen van Suriname. Het dringende transportprobleem werd benadrukt. Ter oplossing hiervan werden buitenboordmotoren, gladde platen, verf en andere materialen geschonken. De boot, het enige vervoermiddel, vereiste dringend een motor om te kunnen varen, zegt kapitein Roberto Joggi van Donderskamp. Aansluitend hierop deed minister Siudin de toezegging om de dorpsbewoners te ondersteunen bij het telen van groenten en fruit, evenals bij het gereedmaken van landbouwgrond. Dit proces zal worden begeleid door het ministerie van LVV. Ook zal er worden onderzocht hoe het dorp meer inkomsten kan genereren door het aantrekken van toeristen, waarvoor een speciale presidentiële werkgroep zal worden geïnstalleerd. Wat is dat kon daaruit minang en betaki, mi lekkende probleem bakken opnieuw, vooral wat het transport betreft. En gisteren nog, toen sabi dat die abotendoro jaso followed, de misrecht bij hormi ati, followed, met water in de boot, met baby's, dan mitak nee, zo mi betak na, moest de eerste instantie zou abdringen van hoe doe je awang. Buiten wordt dringend van hoede, omdat we nog een halve motor en een halve boot. Het gebied is om te letten geheel voor ontwikkelen economie. En dat moet via toerisme. Toerisme, mijn actiekaptein en alle kaptein mijn actie, die mijn pies grond, zei al liever, per mij kan mobiliseren wat uw investeerders komen. Met de bouw de cabana regioen. En als het dorp is van bouwen, we zijn van vriend Lucas Kong, Udo Lanjato, de UCF Kota Udo, bouwen cabana regioen. Hier en toe. De vernieuwde Arawara-sluis in de Wayambo-rivier zal tevens voor werkgelegenheid zorgen. Daarom zullen er 4 dorpelingen worden opgeleid om de sluis, die op slechts 2 minuten varen van het dorp ligt, te bedienen. Deze sluis zal zorgen voor voldoende irrigatiewater voor de rijstteelt in Wageningen, wat de productie zal verhogen, meent het staatshoofd. Hier want we zijn niet bang. Landbouw, nou alle de dorpen, bakasander rijdappen, de umai van ananas. Alle ananas. We buy, they can make money. We make something. Binnenkort, we begin van een cassava, want we cassava fabriek ook om. Dan we buy de cassava voor hen. A minister is hier. A jouw machine kom voor India, to make marcousa sap. Maar pa, suma moest praan aan marcousa. Wat suma moest praan aan toch? Het staatshoofd beloofde dat er 300 zonnepanelen in Donderskamp en andere dorpen zullen worden geïnstalleerd. Als onderdeel van dit project zijn al 2 zonnepaneellampen geschonken om het pad naar de rivier dat ongeveer 300 meter van het dorp verwijderd is te verlichten.